Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Stichting De Raadskelder. Lina Metselaar, we staan niet in de Raadskelder, maar in een heel andere locatie. Vertel eens, waar zijn we? Ja, we staan op een heel andere locatie, namelijk in het atelier van Ben Hageman. Ben Hageman is een van de exposanten van onze derde expositie dit jaar. Ook een heel bijzondere expositie, die start op 24 juli en loopt tot en met 21 augustus. Ik zou bijna 10 dagen erbij doen. En dat is samen met Esmee van Amerongen. Esmee heeft keramiek gemaakt, heel bijzonder. Een soort landschap wat je in vogelvlucht kunt bekijken. En Ben maakt prachtige schilderijen, geschilderde tekeningen zijn het eigenlijk. Ook is een mooi glaswerk van Ben. We zijn heel blij dat we deze prachtige expositie kunnen doen met dit bijzondere werk van deze twee mensen. Ook hier geldt weer gevestigd talent en jong talent, nu opkomend talent, of niet? Absoluut. Ja. Zoals gewoonlijk wil de Raadskelder ook het jong talent een podium geven, zodat hij ook de kans krijgt om zich verder te laten zien dan alleen maar Artes de school. Oké. Dit is de derde expositie. Er komt er nog eentje aan, als me niet vergis, of niet? Ja, er komt nog één expositie. Dat is de vierde expositie van Dorien Plaats. En Dorien is dan degene die de gevestigde kunstenaar is. En dan Aylisa Zuiborlina, die een heel bijzonder gaaswerk heeft gemaakt. En dat dan ook in de kelder komt. Dus ook aanstormend talent. Oké. En wanneer kunnen we die expositie verwachten? In september. Begin september. En die is, geloof ik, begin oktober ook afgelopen. Oké. En de expositie is dus gratis, zoals gewoonlijk. Ja. En iedereen kan erheen op zaterdag en zondag van 1 tot 5. En we hopen dat er heel veel mensen komen genieten van deze toch heel bijzondere kunst die zo mooi is. Okay. Ben Hageman, goeiedag. Jij mag exposeren in de Raadskelder van Doesburg. Ja. En dat is niet de eerste keer dat je exposeert, denk ik. Nee. Het is de voor de derde tentoonstelling dit jaar. Oké. Het eerste was in Groningen en de huidige is op het moment in De Steeg en dan wordt het Doesburg en dan wordt het eind van het jaar nog in Apeldoorn in de ASEC. Dus er wordt vrij veel geëxposeerd. Ja. Ook wel verkocht of niet? Het wordt ook wel verkocht. Okay. Ja, maar nee, dat is heel belangrijk voor de tijd is op het moment niet zo bijzonder, dat weten we. Ja. Maar het gaat wel goed. Oké. Okay. Hey, hoe zou je je werk willen omschrijven? Bouwsels. Ik heb veel met gotiek gewerkt, altijd. Gotische bouwen, gotische kerken getekend. En die heb ik dan naar mijn hand gezet. En nu op het moment zijn het de huizen uit, of tenminste afleidingen van huizen uit Oost-Turkije die ik daar in de flits heb gezien. En die ik dan in mijn hoofd heb meegenomen naar mijn atelier en daarvan. Je ziet wel dit resultaat wat er hangt. Ja. Ik ben een tekenaar, ik ben een schilder, maar ik ga bijvoorbeeld in eerste instantie heb ik een blanco papier en ik maak daar wassingen op. Daar spaar ik al delen uit, bijvoorbeeld de grote dwarslijnen en de grote verticale lijnen. Die spaar ik al uit en daarna ga ik er weer in wassen. Het is een ontwikkeling die ik gewoon niet helemaal altijd precies... Maar als je dan ziet, bijvoorbeeld die details die erin zitten, dat is toch wel heel fijn werk. Ja, maar dit zijn allemaal fantasieën. Dit hoort er niet echt in, vind ik zelf. Maar het is ontstaan en dat heb ik dan maar zo gelaten. Door de wassingen en dergelijke gaat het zo. Het is voor mij nieuw om hout uit te beelden. Die heb ik ook. Het was voor mij ook wat ingewikkeld wel om, om een beetje verzonnen hout uit te beelden. Ja. Hey, en heb je achter nog wat mooi staan? Wat is dit voor iets moois? Toneelstukken. Ik ben eigenlijk kostuumontwerper van oorsprong. En heb ik een bepaalde periode heb ik scènes uit toneelstukken heb ik in de ruimte geplaatst. En dat heb ik dan gepresenteerd. Okay, ja. En dit is dit weer. Dit een theater? Het theater zijn het met fantasiefiguren en... Je ziet zelfs een beetje driedimensionaal werk. Ja, dat lijkt zo, maar dat is een manier van tekenen. Hè? Okay. Als je dingen zo uitbeeldt en zo losmaakt van de achtergrond, dan wordt het
drie dan mensen. Dan lijkt het zo, want mijn collega's denken ook dat het erop geplakt is, maar ja. Het is gewoon getekend. Ja, maar het geeft wel diepte. Het geeft diepte, ja. Ik vind het een hele mooie kunstuiting zelfs. En ik weet wel hoe dat ontstaat, als je hoe je die mensen losmaakt van hun achtergrond, dat weet ik wel. Maar de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. De omgeving telt dan ook mee natuurlijk, want niet elke omgeving kun je gewoon dit soort dingen doen. Okay. Maar dit soort stukken kunnen wij ook verwachten straks in de Raadskelder? Of? Dit werk denk ik niet. Nee. Ik denk niet dat het daar naartoe gaat. Ik denk dat het alleen bouwsels kerkramen wordt. Dit kerkraam dat gaat er naartoe waarschijnlijk. Hier ben ik mee bezig nog. Dit werk, die ben ik mee bezig. Dat moet nog helemaal van kleur veranderen. Mm-hmm. Ik heb al wel details gedaan, zodat die, als ik het was opnieuw, dat die dan toch vaag doorheen... door de wassing heen komen. Dus ik moet gewoon afwachten wat het wordt als ik het... Maar een gigantisch werk zeg. Ja. Oh, al die raampjes. Ja, dat is heel... Ik hou van details natuurlijk, dat zie je wel. Ik ben echt... Ik ben niet van de grote vlakken. Nee. Ik ben echt... In de millimeter... of de centimeter is voor mij ook interessant. Even terug naar het glas in lood. Of is het geen glas in lood? Dus glas in lood, ja. Het is niet echt herkenbaar, hè, wat het is. De voorstelling in het glas in lood, nee, dat is niet, maar dat is zijn fantasieën. Okay. Vaak gebruik ik ook, ik heb ook roosvensters gemaakt met allemaal de duiveltjes erin en ook de ondeugden erin. Maar dit is een beetje abstract geworden. Dit is niet zo duidelijk. Er zitten wel figuren in die ik dan bedacht heb. Maar die moeten ze dan zelf maar zien te vinden. Ja, oké. Okay. Nou, verheug je erop op de expositie in Doesburg? Ja, dat is meestal leuk. Het wordt goed voorbereid. Dus er zijn heel veel mensen die daar mij bij staan in die tentoonstelling. Dus het is gewoon heel lekker. En ik ben wel wat gewend, maar het is elke keer weer anders. En de Doesburgse commissie die is wel heel bezorgd, vind ik. Oké. Okay. Esme van Amerongen. Ja. Jij gaat in de Raadskelder in Doesburg ga je exposeren. Ja. Wat ga je laten zien? Het werk dat ik ga laten zien staat eigenlijk ook hierachter. En het heeft te maken met landschap. En het heet eigenlijk het verzonnen landschap in vogelvlucht. Het is eigenlijk ontstaan vanuit mijn fascinatie voor landschap en landkaarten. Die eigenlijk voor mij ook appelleren aan reizen en aan vrijheid. En daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En eigenlijk nog steeds. Dus dat is wat ik ga laten zien. Okay. Had je dan niet beter bij de cartografische dienst in dienst kunnen komen? Nee. Want kunst is wel echt heel erg mijn passie en ik geef nu ook les. Dus dat probeer ik een beetje in combinatie met elkaar te doen. Okay. Ja. Wat voor opleiding heb je gedaan? De kunstacademie hier in Arnhem. En ik ben er vorig jaar ook pas afgestudeerd, dus nog helemaal nieuw. En dit is de eerste keer dat je exposeert? Ja, de eerste keer dat ik exposeer. Okay. En dan samen met de andere kunstenaar, met Ben Hageman, die ook uit Arnhem. Dus, Ja. Mooie combinatie, denk ik. De oude garde en het jonge talent wordt samengevoegd in de Raadskelder. Ja. Hey, hoe zou je je werk willen omschrijven? Heeft het een bepaalde stijl? Een bepaalde stijl vind ik eigenlijk lastig. Dat is vooral mijn eigen stijl. En mensen mogen het interpreteren zoals ze dat zelf vinden. Het is eigenlijk allemaal gemaakt van keramiek. En ik ben eerst begonnen met gipsen mallen. En die ga je dan allemaal gieten. Als dat klaar is, dan haal je dat eruit en ga je dat helemaal bewerken. Met gutsjes heb ik bijvoorbeeld alle wegen en de kleine riviertjes heb ik uitgegutst. En dan met het materiaal aangoben kan je daar verschillende kleuren op aanbrengen. Die hebben dan ook allemaal een betekenis, zoals het blauw van het water en het donkergroen van het bos. En als je dat hebt gedaan, gaan ze in de oven, worden ze de eerste keer gebakken. En je kan er daarna nog voor kiezen om het af te gaan glazuren. Dat heb ik alleen gedaan met water, omdat dat normaal gesproken ook zeg maar schittert. Als je met een drone of met een ander vliegtuig bijvoorbeeld over het water heen gaat. En dan wordt het nog een keer gebakken en dan is het klaar. Eigenlijk. En daardoor is het ook veel duurzamer natuurlijk, hè? Dat het gewoon stevig materiaal is. Het is echt gewoon helemaal gemaakt van aardewerk. Ja. Leuk hoor. Top. Zo. Hey, en die vleugels daarboven, dat heeft natuurlijk ook betekenis. Ja, zeker. Omdat ik vorig jaar ook heel erg bezig was met mijn eigen vleugels uit te slaan. Je gaat natuurlijk echt naar een nieuwe wereld, een volwassen wereld. En dat heeft natuurlijk ook met reizen te maken. En dat is eigenlijk waar ik mee bezig was. En ook de combinatie, want het is gemaakt... met hout wat is uitgelezen door een machine. Dus dat is juist heel erg de productie en wat makkelijker gaat. En het keramiek is juist heel erg arbeidsintensief. Gaat heel veel tijd in zitten. En die combinatie vond ik juist ook heel erg mooi werken eigenlijk.
Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Stichting De Raadskelder.